Hoi allemaal, wij zijn net terug uit Moskou. We zijn er voor een lang weekend geweest met z'n drieën. En ik heb een beetje sfeerbeelden gefilmd. En het was de bedoeling om meer te filmen, maar uiteindelijk was ik veel te veel bezig met genieten. Met de kleine, met iedereen, met familie. Dus uiteindelijk heb ik maar echt heel klein beetje gefilmd. En die beelden wil ik nu aan jullie laten zien. En ik heb ook een beetje geshopt daar, dus dat wil ik nu aan jullie laten zien. We hadden ook niet heel veel tijd om te shoppen, maar uiteindelijk heb ik toch nog wel hele leuke dingetjes gescoord. En ook dingetjes die ik stiekem wilde hebben. Laten we eens gewoon beginnen. Allereerst zijn wij naar een supermarkt geweest. En bij de supermarkt heb ik ook een aantal baby- en beauty dingetjes gekocht. Ik begin bij de Old Spice. Ja, dit is gewoon een mannen deo. Deze verkopen ze ook in Duitsland op zich, maar ook dus in Rusland. Deze, de spray voor hem, is voor Jeroen, want die had ik voor zichzelf gekocht. Heeft hij eerder gehad, vond hij fijn. En ik heb voor mezelf eigenlijk de stick gekocht. Ik ben de laatste tijd steeds meer into stick deo's. En ik dacht, deze ga ik proberen. En deze rookt niet al te sterk naar mannen deo, dus ja, waarom niet? Dan heb ik echt de doosjes helemaal gefrummeld. De kindercrème gekocht. En deze ken ik nog van vroeger, toen ik nog klein was. En deze ja, werd echt voor alles en nog wat gebruikt. Dat is gewoon ja, kindercrème, de Russische kindercrème. Een pantenolcrème. Geen idee wat het is, maar er stond op, ja, het is een hele simpele verpakking. Er stond op dat het tegen je geïrriteerde huid zou helpen, tegen droge plekjes, dat soort dingen. Dus ik ga hem gewoon proberen. Ik heb hem maar één keer gebruikt en volgens mij werkt hij wel goed, maar ik moet hem verder nog even testen. Dan heb ik voor het kind kinderkoekjes gekocht. Deze is vanaf 6 maanden. Dan heb ik twee potjes daar ook gekocht. Eentje is met gedroogde pruimen en eentje is met courgette. Dat heb ik ook eigenlijk in de Nederlandse winkels niet gezien. En even kijken gewoon hoe het bevalt. En dan, dat is echt iets typisch Russisch, maar dit soort potjes ja, moet eigenlijk elke mama een beetje zo ongeveer hebben in Rusland. Lijkt me gewoon handig met kinderen. Dit is jodium en dit is een soort jodium, maar dan groene vorm daarvan. Allemaal ontsmettend. Prima tegen de wondjes, allemaal kinderziektes gebeuren. Dus ik dacht, you never know, ik moet het gewoon hebben. Dan zijn we voor één dag naar het centrum geweest. Eigenlijk maar voor een paar uurtjes, want we moesten daarna weer terug naar het hotel. Om even dingen te regelen. En in het centrum ben ik wel naar zo'n beautywinkel geweest, maar ik heb eigenlijk geen make-up gekocht. Ik dacht, wow, wat is er met mij? Maar op een of andere manier trok mij allemaal niet aan. Het waren allemaal merken die we hier ook hebben. En ik dacht, ik heb al zoveel. Maar toen kwamen we de winkel tegen van Natura Siberica. En Natura Siberica is dus een heel lekker merk qua verzorgingsproducten. Ik heb al goede ervaring mee, dus ik dacht, ik koop er een paar dingen. Een paar, er is best wel veel. Haarmasker is dit. Geen idee, het belooft gewoon je haren te herstellen. Olie, uit deze lijn heb ik al tijdens mijn vorige Rusland trip een aantal producten geprobeerd en ik vond het zo ontzettend fijn. En dit is dus een herstellende olie voor je haar. Uit dezelfde lijn heb ik ook de volume mousse gekocht. Geen idee, maar mijn haar kan op zich altijd wel een beetje volume gebruiken. De scrub, lichaamscrub, en het staat, het is een chocoladeachtige geur. Maar, oh, oké, okay, ik ga hem een beetje niet openen. Zie je, het gaat helemaal mis. Het ruikt in ieder geval heel lekker naar chocola. En dan heb ik nog tot slot twee shampoos gekocht. Eentje is ook weer herstellend, bla bla, ja, herstellend shampoo eigenlijk.
En eentje ook, alleen het is net wat uit een andere lijn met iets andere ingrediënten. Okay. Voordat ik echt naar een Walhalla aan babyspullen overga, het valt wel mee. Ik heb dus één beauty product of één make-up product gekocht. En dat heb ik eigenlijk pas gekocht op het vliegveld op de terugreis. Ik was namelijk al langer naar Guerlain Limited Edition, zeg maar, aan het kijken die op het vliegveld dan even krijgbaar zijn. En het lijkt me zo fijn gewoon om een bronzer van Guerlain te hebben. Hier zit dus van alles in. En het is officieel een face en eyes palette. Dus je kan deze kleuren zowel voor je gezicht als voor je oog gebruiken. Het is dus een fluwelen roze tasje. Er zit ook een kwastje bij en ik ga het heel snel laten zien. Ik ga hier nog zeker een artikel van maken. Ja, dit is echt prachtig. Dit is alles, maar meer dan dit heb ik ook niet nodig op dit moment. Dus ik ben hier zo ontzettend blij mee en ik ben natuurlijk... Ik heb het niet eens geswatcht in de winkel. Ik zag het, ik dacht ik moet het hebben, klaar. Ik heb er nog heel even over nagedacht en dacht ik nee, ik moet het echt hebben. En toen was de batterij van mijn camera eventjes op, dus ik moest hem heel snel opladen. Maar ik ga nu weer vrolijk verder. Wij zijn dus naar een grote kinderwinkel geweest, want ik wilde vooral eigenlijk boeken voor de kleine kopen. Want we voeden hem namelijk tweetalig op. Ik heb een aantal Russische boeken, maar die zijn vooral nog van mij geweest, dus ik wilde een aantal nieuwere boeken hebben. Allereerst de encyclopedie voor kleine kindjes. Geen idee, het is zo schattig. En dit is van fluweel, dus superleuk. Mijn eerste boek voor kindjes van 6 maanden tot 3 jaar. En een voorleesboek voor kindjes van 6 maanden tot 3 jaar. En ik heb natuurlijk een aantal kleedjes gekocht. Ik kon het gewoon niet weerstaan. Twee rompertjes, dit was een setje. Gewoon een blauwe met allemaal beestjes. En daarachter, deze vond ik vooral super leuk. Een broekje met walvisjes. Zo'n trainingsbroekje. En een shirtje met Dino. Ook heel schattig. Dat was het eigenlijk, dus ik heb hem best wel ingehouden. Dan heb ik van Obal, en ik ben echt dol op Obal, of speelgoed van Obal, heb ik dit ding gekocht. En dat heb ik in Nederland niet gezien. En dat is natuurlijk ideaal om overal aan te trekken, aan te bijten, want alles gaat tegenwoordig in de mond natuurlijk. Ook heb ik van speelgoed een iPad gekocht. Dat is echt zo'n speciaal iPad van baby's, echt super schattig. Het is ook weer in het Russisch, ook een beetje Russisch gesproken. Je kan erop drukken en komt er weer muziek. Ik ga het nu niet aanzetten, omdat de kleine in slaapt. Dan nog een wekkertje voor op zijn kamer. En dat is zo'n beetje zo'n ouderwets wekkertje. En met een Mickey Mouse. Op zijn kamer is nu geen klokje en dat is soms wel even handig. Dan hebben we nog zwemluiers gekocht. En er zijn er maar 6. En we gaan namelijk over een paar weken weer op vakantie. Maar nou naar de zon en voor even wat langer. En het is echt, volgens mij houdt hij best wel van water. Dus we willen hem ook een beetje laten zwemmen. En dit, ja, het zijn maar 6 broekjes. Dus ik denk dat ik gewoon hier in Nederland nog wel wat zwembroekjes ga kopen. Tot slot heb ik ook weer 2 potjes gekocht. Ook weer 2 dingen gekocht die in Nederland dan ja, niet echt gebruikelijk zijn om een potje te stoppen. Maar wel echt heel leuk. Allereerst de appel met rozenbottel. Dat is eerst wat anders. Ben benieuwd. En dit is perzik met kwark. En dat was het eigenlijk. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en ook de sfeerbeeld. Duimpje omhoog. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doeg!